Ik verzoek de griffier de getuige binnen te leiden. Zo, goedemiddag iedereen wederom. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Konijn. Meneer Konijn, welkom. Dank u wel. En dat zeg ik u namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij onderzoeken opzet en werking van het hele stelsel van de coöperaties en de sociale volkshuisvesting. Allerlei incidenten vonden daar plaats. En deze commissie wil daarvan weten wat er nou allemaal gebeurde en hoe dat gebeurde. En wie de verantwoordelijken zijn. En vandaag, meneer Konijn, is het onze laatste dag van de fase van de openbare verhoren. En vandaag doen we een reflectie. We kijken terug hoe die incidenten wel of niet gelinkt zijn aan dat stelsel. En we kijken ook naar de toekomst. En daarom, meneer Konijn, bent u opgeroepen als getuige voor dit verhoor. U had een veelheid aan rollen, daar komen we zo op terug. Het verhoor met u vindt plaats onder ede. En u koos ervoor in dit verband de belofte te doen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wilt gaan staan. En mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Konijn. Neemt u plaats. Dank u wel. De microfoon kan aanblijven. Hij staat al aan. Er zijn meerdere leden van de commissie die hebben vragen aan u. En daarom gaan we snel beginnen. Meneer Konijn, u bent vooralsnog de laatste in een hele rij van personen die de enquêtecommissie heeft opgeroepen voor een openbaar verhoor onder ede. En tussen 2005 en 2009 was hij directeur bij financieel toezichthouder het Centraal Fonds. Tevens ben hij directeur geweest bij het onderzoeksinstituut OTB. En u bent was fennoot bij onderzoeksbureau RIGO. En sinds 2010 bent u ook nog eens directeur bij Ortec Finance. En u bent bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast heeft u ook nog andere banden met de sector. Onze commissie heeft vandaag vragen aan u over een aantal onderwerpen, waaronder het onderzoek dat u in 2005 voor de Tweede Kamer uitvoerde. Zijn we natuurlijk als Kamercommissie in geïnteresseerd. De toekomst van de coöperatiesector willen we u wat over vragen. Het toezicht op de sector en de gevolgen van het hele Vestia-debakel. En daarom geef ik heel graag het woord aan collega Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Welkom, heer Konijn. We hebben u ook daarom gevraagd hier te komen, omdat u aan het begin staat van een hernieuwde maatschappelijke discussie over het stelsel van woningcoöperaties. Dat is het onderzoek dat in opdracht van twee Kamerleden, de heer De Pla en Bochhoven, aan u is gegeven. U was toen verbonden aan RIGO. En dat leidde tot het rapport woningcoöperaties naar een duidelijke taak op de achter en een heldere sturing. Dat onderzoek dat wilden de Tweede Kamerleden gebruiken om zich voor te bereiden op een wijziging in het besluitbeheer sociale huurwoningen dat voorbereid werd door minister Dekker. In dat rapport wat u dan schrijft in opdracht van die Kamerleden, daar worden een heel aantal kritische noten gekraakt over het functioneren van het woningcoöperatiestelsel. U maakt kritische opmerkingen over de bedrijfslasten, over de doelmatigheid van het stelsel, over de transparantie, over hoe de afspraken met gemeenten functioneren en nog zo'n aantal van die kritische kanttekeningen. Ja, en mijn eerste vraag is, hoe werd dat rapport van u ontvangen?
Als ik me dat probeer te herinneren, dan denk ik dat ik had een hele goede overleg met een begeleidingscommissie vanuit de Tweede Kamer, waar De Pla en Van Bokhoven in zaten. Die hebben dus op het rapport op een gegeven moment ook geaccepteerd als een goede uitwerking van de onderzoeksvragen. Vervolgens is er een hoorzitting geweest, meen ik me te herinneren, waarin vele betrokkenen om reactie is gevraagd. En vervolgens zie je dat het eigenlijk in de stroom van vele andere rapporten die altijd verschijnen, toch eigenlijk in de bureaula is verdwenen en weggezakt is. Het heeft niet meer veel aandacht gekregen. Er is nog een brief geweest van Dekker in juni, waarin ze even zijdelings eraan refereert. Haar grote brief in december 2005... Van minister Dekker. Van minister Dekker, ja. Is er uitgebreider op ingegaan. Maar uiteindelijk was in die periode het algemeen gevoel dat corporaties meer ruimte gegeven moest worden. Dat het ondernemerschap vrij baan moest worden gegeven. En eigenlijk paste de conclusies en de consequenties die eraan zou kunnen verbinden van het rapport passen niet in de tijdgeest van die periode. Mm-hmm. Kun je nu achteraf ook vaststellen. Kunt u dat iets nader toelichten? Nou, de conclusies waren namelijk kritisch over het functioneren van corporaties, over de taakafbakening en over de wijze waarop corporaties werden beïnvloed. Het sturingsmodel wat er lag. Misschien dat we daar nog inhoudelijk over in kunnen gaan. Maar in die periode was zelfregulering de dominante stroming. Ondernemerschap van corporaties moest meer vrij baan worden gegeven. Er waren pleidooien om het externe toezicht te verminderen. Terwijl de consequentie van het rapport wat ik met collega's van Rigo heb geschreven, de consequentie van dat rapport is dat er misschien wel eens maatregelen getroffen moesten worden om die efficiëntie te verbeteren en om de effectiviteit te verbeteren. Dus kan ik dan zeggen dat minister Dekker die omarmde het rapport als een gedegen analyse, maar de beleidsmatige consequenties die eruit getrokken werden, die wezen eerder in een andere richting. Vat ik het dan goed samen? Ja, ik denk dat minister Dekker ook te maken had met een motie van de Tweede Kamer van Koopmans Hofstra in 2004, waarin werd gepleit voor vermindering van regelgeving voor corporaties. Dus het was helemaal niet de tijdgeest om dingen scherper aan te sturen. Mm-hmm. Dus het ging in de bureaula en het beleid ging eerder de andere kant op. Uiteindelijk is die wijziging van het BBSH die minister Dekker voor ogen stond, die is ook niet gekomen, want het kabinet viel. Is dat nou een gemiste kans dat er nog steeds geen wetgeving tot stand kwam? En, we zitten natuurlijk met een aaneenschakeling van ministers die het voornemen hadden om de woningwet te herzien. En ook op dit moment hebben we natuurlijk een minister die daar zijn best voor doet om dat te realiseren. Maar ondertussen zijn we wel 15 jaar bezig. Ja, veel tijd verloren. Heel veel tijd verloren. En als ik nu vraag welke onderdelen van het rapport wat u in die tijd geschreven hebt, ik hoop dat u het nog een beetje voor u heeft. Welke onderdelen van het rapport zijn nu nog actueel? Onderwerpen die actueel zijn, zou ik denken, dat is in volgorde, zonder dat ik daarmee ook de belangrijkheid in die volgorde wil aangeven, maar wat me te binnen schiet. In de eerste plaats de taakafbakening. Dat is nog steeds een discussie die speelt. Welke activiteiten zijn toegestaan voor corporaties? Dat daar een heldere taakafbakening is, zodat je niet onduidelijkheden hebt wat wel of niet toegestaan is. U heeft er afgelopen week uitgebreid over gesproken rond het thema nevenactiviteiten. Daar heeft alles mee te maken. Dat is geen heldere taakafbakening. Dat is een vorm van gedoogbeleid wat ontstaan is in 1999. Dus dat is heel belangrijk. Dat speelt nu ook nog bij de activiteiten zonder en met staatssteun. Dat het die afbakening ook van belang is. Wat ik heel erg belangrijk vind is de relatie met de gemeente. Ik denk dat alles overziende het van belang is dat de gemeenten een belangrijke rol hebben in het bepalen wat maatschappelijk gewenst is in de activiteiten van corporaties. En dat is niet goed uitgewerkt. En ook daarvan staat nu in de wet
het wetsvoorstel van Blok staan een aantal verdergaande stappen. Maar ook dat is natuurlijk al eerder bepleit, dat die stappen gezet zouden moeten worden. En wat ook nog steeds niet goed is bewerkstelligd, is een systeem van benchmarking. Om te zien of corporaties efficiënt zijn. Daar worden ook nu al stappen gezet, maar die voornemens om goede stappen te zetten zijn er altijd al geweest. Goede voornemens heeft het niet ontbroken in die 15 jaar. Uiteindelijk gaat het erom of het gerealiseerd wordt. Mm-hmm. En dat is nog niet het geval. Dus al met al heel veel van die thema's staan tot op de dag van vandaag echt overeind. Waar je eigenlijk toch een zekere beleidsstilstand zou moeten concluderen. Ja. Één aspect wat u niet noemt, waar ik het toch ook over zou willen hebben, dat is dat er ook wordt in uw rapport over een vermogensovermaat. De woningcorporaties zouden bijna een budget hebben van bijna 5 miljard, wat besteed kan worden elk jaar, maar waarvan u zich afvraagt, wordt het wel in voldoende mate besteed en voor zover dat het geval is, gaat dat doelmatig. We zien in de periode na 2005 dat woningcorporaties actiever worden, maar ook door hun activiteiten te verbreden. Niet alleen meer stenen stapelen, zoals sommigen dat hier zeggen, maar ze gaan ook allerlei andere dingen doen. Vindt u dat een goede ontwikkeling? In mijn rapport uit 2005 werd, wat u aangaf, geconstateerd dat er een robuuste vermogenspositie van woningcorporaties was. Dat ze de financiële middelen niet ten volle inzetten voor hun maatschappelijke taken. En dat er een aansporing uit zou kunnen worden geconcludeerd dat corporaties zich wat meer zouden moeten inzetten. In die tijd heb ik ook bepleit dat het taakgebied werd verruimd voor corporaties. Ook in het licht van die vermogenspositie, maar wel op een heldere manier, met een duidelijke taakafbakening. En als we dat naar de huidige situatie verplaatsen, dan denk ik dat je nu kunt vaststellen dat die aan de ene kant corporaties veel actiever zijn geworden. Niet alleen in de nevenactiviteiten, maar ook in simpel het bouwen van huurwoningen. Dat is gestegen tot boven de 30.000, het aantal woningen wat gebouwd is. De verbeteringen van woningen is sterk toegenomen. Dus het activiteitenniveau is in die periode sterk gestegen. En daarnaast zie je dat op dit moment, en daar heeft de verhuurdersheffing heel veel mee te maken en de saneringsheffing heel veel mee te maken, dat de financiële mogelijkheden van corporaties verkrapt zijn. Ja. En dat ze niet meer de financiële mogelijkheden hebben om op een breed terrein actief te zijn. U was en bent een invloedrijke speler in het hele volkshuisvestingsveld. Het is natuurlijk mooi dat de corporaties zich actiever zijn gaan opstellen. Dat was een brede maatschappelijke wens. Maar als het gaat om die nevenactiviteiten, kun je misschien zeggen dat u ook de corporatie heeft aangespoord tot allerlei beeldsvreemde activiteiten waar we nu de verangen en veruchten van plukken. Als ik dat u voorhoud, wat zegt u dan? Dat is dan mijns onlangs. Ik zou denken dat ik gepleit heb voor een duidelijke taakafbakening. Ik heb de discussie gevolgd die u heeft gevoerd met verschillende getuigen over nevenactiviteiten. Het is ontstaan in 1999 als gedoogbeleid. Er staat ook letterlijk in de MG dat het formeel niet in het werkgebied past van de BBSH. En dat zijn dan nevenactiviteiten. Daarvoor heb ik nooit gepleit. Mm-hmm. Sterker nog, ook in 2000 heb ik al een artikel geschreven waarin ik heb gewezen op de gevaren van het feit dat je verschillende categorieën activiteiten onderscheidt. Met verschillende consequenties. En dat geeft een heel onduidelijk beleidskader voor corporaties. Mm-hmm. Wanneer de onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende categorieën activiteiten. Dus ik heb toen wel gepleit voor een verbreding van het werkterrein van corporaties. Maar wel op een juiste manier en goed geformuleerd in een BBSH. Dus u voelt zich niet verantwoordelijk voor het laten ontsnappen van de geest uit de fles, om het zo te stellen? Nee, daar voel ik me niet voor verantwoordelijk. Nee. U wees er al op, er is sprake van hele grote vermogens bij woningcorporaties, die ook in die tijd snel toenamen.
Natuurlijk zit dat vermogen vooral in stenen vastgelegd. Dat is niet altijd liquide. Maar het is wel zo dat als er iets misgaat in woningcorporatie IJsland, ja, je kunt dan gemakkelijk wat woningen verkopen en zo weer jezelf als corporatie je middelen verschaffen. Dus je kunt die stille reserves kun je wel degelijk aanboren. Heeft dat er nou volgens u toe bijgedragen dat incidenten of misinvesteringen, dat die langer voor de buitenwereld verborgen kunnen blijven? Aan het zicht ontrokken. Dat is mijn beeld wel. U zegt het vermogen zit in de stenen. Daar ook even een kleine kanttekening bij plaats. Uiteraard zit het in de stenen. Maar daarmee is het nog even zo goed een vermogen wat aanwezig is. En dat vermogen kun je ook liquide maken. Dat geeft u aan door die woningen te verkopen. En de corporaties hebben altijd kunnen werken met een stil vermogen. Doordat het vermogen zoals de toezichthouder dat bepaalde, was gebaseerd op de bedrijfswaarde. Wat corporaties met die woningen zullen gaan verdienen. Terwijl de marktwaarde van het bezit veel hoger is. En het stille vermogen kunnen dat corporaties... Dat is dus het verschil, hè? Tussen het verschil, die WOZ-waarde en de bedrijfswaarde. Precies. Misschien even om te illustreren met getallen voor 2012... van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het eigen vermogen van corporaties op basis van bedrijfswaarde bedroeg toen 32 miljard... En het eigen vermogen van corporaties op marktwaarde gewaardeerd, 140 miljard. Er zit een gat in tussen een stil vermogen van 110 miljard. En daar zijn de leningen al van afgetrokken, van die WOZ-waarde. Ja, dat is gewoon het eigen vermogen. Eigen dus waar de corporaties aan eigen vermogen zelf ter beschikking staat. En dat vermogen, dat is liquide te maken via verkopen. En mag ik even een punt van orde maken, meneer Groot en meneer Konijn? Want anders is het voor sommige mensen niet meer duidelijk. U heeft het over marktwaarde en u heeft het over WOZ-waarde. Misschien kunt u dat even ophelderen of daar nog licht tussen zit. Ik bedoel marktwaarde verhuurd. Dus wat de verhuurde woning van een corporatie in de markt waard is. En wat ook liquide gemaakt kan worden via verkoop. En de WOZ-waarde ligt daar weer boven. Ligt daar nog weer boven. Ligt daar nog weer boven. Dus het is een marktwaarde verhuurd waar ik het over heb. En dat stille vermogen wat corporaties hadden en hebben, vind ik wel een probleem. Stil vermogen heeft de neiging om in stilte te verdwijnen. Dat is ongezien weglekt. En een van de tekortkomingen vind ik, in de wijze waarop corporaties zelf sturen en in de wijze waarop toezicht is uitgeoefend, is dat niet goed op corporatieniveau gekeken is naar de ontwikkeling van het stille vermogen. Dat is niet goed gemonitord. U zegt er is ook vermogen weggelekt uit de sector. Ja. Kunt u daar wat beeld en geluid begeven? Een gevoel van waarover we dan hebben? Er is een poging gedaan om dat te becijferen in 2012. Er was een medewerker van het Centraal Fonds die dat heeft gedaan in het kader van een scriptie. Die heeft gepoogd om vast te stellen, als je die marktwaarde nu als uitgangspunt neemt, wat is er nu weggelekt aan maatschappelijk vermogen? En hij heeft vastgesteld, een tentatieve berekening, zeker voor verbetering vatbaar, maar het geeft een indicatie weer. Die heeft vastgesteld dat er bij de groep niet-efficiënte corporaties 9,4 miljard aan maatschappelijk bestemd vermogen is weggelekt in de periode 2008-2010. Het gaat om enorme bedragen. Dat gaat, zeker omdat het een relatief korte periode is, gaat dat om. 3 jaar tijd. En is er aanleiding om te veronderstellen dat in de periode ervoor en daarna iets soortgelijks is gebeurd? Er is geen reden om aan te nemen dat het ervoor en daarna anders is. Mm-hmm. Misschien dat de omvang van de bedragen nu wat lager is, omdat corporaties noodgedwongen minder actief zijn in de projectontwikkeling, minder actief zijn met grond aankopen, dus het activiteitenniveau ligt nu lager en dus is de weglek van maatschappelijk bestemd vermogen ook minder. Maar het illustreert op een bepaalde manier dat het toch ook van belang is om naar het stille vermogen te kijken. Ja, en dat er aandacht nodig is voor het doelmatig functioneren van woningcorporaties. Ja. U zegt in, we hebben het net al gehad over die vermogensovermaat. U zegt in 2011, en dat is op een jaarcongres van de vernieuwde stad, zegt u deemoedig
dat u een volstrekt verkeerd beeld hebt gegeven in 2005, in dat EGO-rapport, van de financiële mogelijkheden van de corporaties. En u hebt dat veel te, zegt terugkijkend, ik heb dat veel te rooskleurig voorgesteld. Kunt u dat uitleggen en kunt u ook uitleggen hoe het nou kon dat u er zo ver naast zat? Ik weet waar u dat citaat aan ontleend heeft. Ik heb er ook meteen op gereageerd dat het niet mijn woorden waren die toen op de site van de Vernieuwde Stad kwamen. Ja, want daar komt het vandaan. Daar komt het vandaan, precies. Ik heb daar meteen op gereageerd. Dus dat even terzijde opmerking dat het niet mijn tekst is waar u uit citeert. Dat is de tekst die de Vernieuwde Stad zelf heeft gemaakt. Kijk, wat je kunt vaststellen, en daar heb ik net ook al een enige verklaring voor gegeven, dat de financiële positie van woningcorporatie sterk veranderd is. In 2005, toen het rapport verscheen, hadden we gegevens die niet verder gingen dan 2003. En uit die gegevens en ook uit analyses van het Centraal Fonds uit die periode bleek dat corporaties een zeer loyale vermogenspositie hadden. En dat het leek alsof het verder zou blijven stijgen en dat het activiteitenniveau van corporaties eigenlijk niet daarmee in overeenstemming was. Het was relatief laag. Dat is veranderd. Na 2005 zijn corporaties, we hebben het net ook al besproken, veel meer gaan investeren. De omvang van de nieuwbouw, vooral in de huur, maar ook in de koop, is enorm gestegen. Renovaties zijn enorm gestegen. Ook andere maatschappelijke investeringen zijn gedaan. Maar de grootste omvang zit in de nieuwbouw van huurwoningen. En door dat grote activiteitenniveau is ook de vermogenspositie weer verminderd. Dus als we dan praten in 2011, want over die periode hebben we het nu, is de wereld van de corporaties veranderd. En daarmee is het rapport van 2005 niet onjuist. Of kijk ik daar op terug met het beeld van een verkeerde analyse? Nee, 2005 was het analyse die in die situatie van toepassing was. En in 2011 moet je constateren dat de financiële positie van corporaties is veranderd. Ja. En dat leidt ook tot nieuwe conclusies. Dus dan zou je haast concluderen dat de woningcorporaties beter op uw aanbeveling hebben gereageerd dan de politiek in de zin van beleidswijzigingen. Ja, ik zou het niet willen toeschrijven aan mijn rapport. Er was een breed gevoel in de maatschappij, in de politiek, bij de toezichthouder, dat corporaties meer moesten en konden doen. En dat hebben ze gedaan. En daar is mijn rapport, heeft daar ook een bijdrage aan geleverd, maar het was een breed gevoel in die periode, corporaties. Het beeld was toen, het geld klotst tegen de plinten. En het is tijd dat ze wat actiever worden. En dat is ook gebeurd. Meneer Mulder, aanvullend. Ja, dank. U had het over dat de vermogen is weggelekt ter waarde van 9,4 miljard. Dat is 3 tot 4 keer zoveel als bij Vestia. Ja. Wat betekent dat over ons onderzoek? Zijn die incidenten die wij nu onderzoeken, zijn die symptomen van een stelsel? Of staan ze op zichzelf? Of is het het topje van de ijsberg? Aantal vragen. Het is een cocktailvraag. Ja, precies. Het zijn symptomen van een stelsel wat niet goed functioneert. En natuurlijk zijn het ook individuele personen die een individuele verantwoordelijkheid dragen. Dus ieder incident, daar is de bestuurder en de Raad van Toezicht primair verantwoordelijk voor. Maar als je het beschouwt als incidenten die zomaar willekeurig uit de lucht komen vallen, dan denk ik dat je de plank mislaat. Het heeft echt te maken met het stelsel, het systeem, waarin corporatiesbestuurders, te veel vrijheid hadden om zelf te bepalen wat ze met het enorme vermogen konden doen. Te veel vrijheid, te weinig inkadering om sturing te geven aan hun activiteiten. En dan heb je in die context heb je heel veel corporatiedirecteuren die het spoor recht houden en perfect functioneren. U heeft er gelukkig ook naar gekeken, naar goed functionerende corporaties. Maar dan zijn er altijd een paar, en dat zijn er ook te veel geweest, die de vrijheid niet kunnen dragen. En het stelsel moet ingericht zijn, juist net, ook voor diegenen die het niet kunnen dragen. En dat was het niet. En dan, collega Groot vroeg naar de actualiteitswaarde van uw rapport. U noemde toen een aantal onderwerpen.
U zei systeem van benchmarking bijvoorbeeld. Ja. Wat bedoelt u daar precies mee? Daarmee bedoel ik dat het heel belangrijk is dat je kunt beoordelen of een corporatie op een efficiënte manier onderhoud doet en beheer uitvoert. De kosten van onderhoud en beheer bij corporaties zijn veel hoger dan die bij beleggers. Er is ook veel onderzoek naar gedaan. Ook in mijn tijd bij het Centraal Fonds is er onderzoek naar gedaan. En het is heel moeilijk om vast te stellen of het nou inefficiëntie is of dat er meer taken worden uitgevoerd door corporaties. Ja. Dat blijft onduidelijk. En je hebt eigenlijk een systeem nodig, een vergelijkingssysteem, om te kunnen vaststellen welke corporatie efficiënt is in het beheer en zijn onderhoud en welke niet. Zodat degene die dat niet is, aangespoord wordt om ook die efficiëntieslag te doen. En dan moet je ze vergelijken met soortgelijke sectoren, maar buiten de corporatiesector, u zegt beleggers. Ja, beleggers die verhuren ook woningen. Okay. Je zou mogen verwachten dat het onderhoud en het beheer niet veel anders wordt uitgevoerd. Ja. En toch zijn die kosten bij corporaties veel hoger. U zei ook de relatie met gemeenten niet goed uitgewerkt. Ja. Voormalig staatssecretaris Remkes heeft er iets over gezegd hier ook, ja. Over de novelle. Wat bedoelt u daar precies mee? De novelle is de wetgeving die nu inmiddels aanhangig is bij de Tweede Kamer. In het BBSH, zoals het nog steeds van kracht is, staat dat corporaties het gemeentelijke beleid in acht moeten nemen. En sinds 1997, dat is wat Tommel heeft bepleit, is het van belang dat er prestatieafspraken worden gemaakt tussen gemeenten en corporaties. Nou, we kunnen vaststellen dat die prestatieafspraken in veel gevallen niet worden gemaakt. Dat de inhoud van die afspraken misschien ook sterk voor verbetering vatbaar is. En dat dus die relatie tussen gemeente en corporaties niet goed is uitgewerkt. En in de novelle van Blok wordt het aangescherpt. Mm-hmm. Nu staat in de novelle dat corporaties de woonvisie van de gemeente in redelijkheid moeten invullen. En dat is een stap verder. Mm-hmm. En er meer informatie verstrekken aan de gemeente. En dus er komt meer druk op corporaties om daadwerkelijk zich wat gelegen te laten liggen van wat de gemeente aan beleidsvisie hebben. Maar u zei dat is niet goed uitgewerkt. Tot op heden niet. Tot op die novelle. Die novelle is wel goed uitgewerkt. Ja, okay, Sorry, dat is een misverstand. Ja. Ik vind het in de novelle goed is uitgewerkt. Okay. Dat is ook voortbouwend op de aanbevelingen van de VNG-commissie Dekker over dit onderwerp. En dan zei u, welke activiteiten zijn toegestaan? U zei nevenactiviteiten, dat is gedoogbeleid. Ja. Was wel heel geavanceerd gedoogbeleid met een hele toetsgroep erbij. Ja. En wat vindt u daarvan? Nou ja, dat is het feit dat het een gedoogbeleid is, vereist een beoordelingskader. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk via die toetsgroep ingevuld. Maar omdat het wettelijke juridische kader zo onduidelijk was rond nevenactiviteiten, kreeg je ook een toetsgroep die ook niet goede ankers had bij de beoordeling wat nu toegestaande nevenactiviteiten waren en niet toegestaande nevenactiviteiten. Dat was bewegend precies, toezicht. Omdat die ankers ontbraken. En die ankers hadden in het BBSH moeten staan of in de wet moeten staan. En de taakafbakening, daar hebben we het over gehad, hè? Ja. Okay, dank. Meneer Groot, u vervolgt. Ja, we gaan even naar een andere rol die u hebt gespeeld in de volkshuisvesting. In de lange periode dat u daarin actief bent. En dat is namelijk uw rol als lid van de Raad van Commissarissen bij Vestia. Daar heb ik een paar korte vragen over. Dat was even voor de goede orde, ver voordat de problemen zich voordeden. Het was tussen 2000 en 2005. Maar we hebben er toch wat vragen over. Overigens, de heer Staal en de heer De Vries, die waren al werkzaam bij Vestia. Ja, ten eerste, een aantal vragen over de conclusies van het rapport van Rigo, of die ook van toepassing waren bij Vestia. Zoals bijvoorbeeld, was er ook bij Vestia sprake van een vermogensovermaat? Ja, nagenoeg alle corporaties hadden in die tijd vermogensovermaat, dus dat gold ook voor Vestia. Tegelijkertijd, dat heeft u ook van meer dan één getuige gehoord, was Vestia volgens Vestia wel heel actief. Een hoog investeringsniveau. Dus
Dat gevoel daar, dat is ook een woningcorporatie die goed bij kas zit, maar ze doen er ook wat mee. Ik had toen de tijd het beeld dat Vestia het vermogen op een goede manier inzette. Ja, op een goede manier inzetten. Er was geen sprake bij Vestia van nevenactiviteiten waar je misschien met de blik van vandaag, maar misschien ook met de blik van toen. Als je ernaar zou kijken, dat je denkt, nou is dat wel verantwoord? Ik kan me dat niet herinneren. Het was een actieve... Actieve corporatie. Actieve volkshuisvesting. Ja, die vooral bezig was ook met herstructurering van wijken. Nieuwbouw. Weinig verkocht. Ook omdat het financieel niet nodig was. Dus als we het hebben over vermogen dat weglekt op onafvolgbare wijze, dan was dat wat betreft het volkshuisvestelijk presteren in ieder geval niet het geval bij Vestia. Nou, daar wil ik iets nog op nuanceren. Kijk, ook voor Vestia gold dat het inzicht in het stille vermogen er niet was. Dat werd ook niet aan ons als Raad van Commissarissen geleverd, dat inzicht. Dus ook bij Vestia zou het hebben kunnen gebeuren dat een deel van het stille vermogen is weggelekt. U was niet op de hoogte van de marktwaarde van de woningen die onder het beheer vielen van Vestia? Nee. En dat moet begrijp ik nu dat u zegt, dat had ik wel erg willen weten. Ja, in ieder geval. Ja, dus ook, denk ik, ook voortschrijdend inzicht, ook bij mij. Dat inzicht in het vermogen op basis van marktwaarde heel erg belangrijk is. En in die zin is het ook goed dat in de novelle de minister gaat voorschrijven dat woningcorporaties op marktwaarde gaan waarderen. Want dan wordt het stille vermogen zichtbaar. En dan kun je het ook beter volgen wat er gebeurt. In die tijd, 2000 tot 2005, waren corporaties nog in een andere fase, zou je kunnen zeggen. De bedrijfswaarde was nog niet eens algemeen aanvaard. Men werkte nog met historische kosten, waar je nog een veel groter stilvermogen hebt. Dus het is in die tijd moet u het plaatsen dat we alleen informatie hadden op basis van bedrijfswaarde. Dus u zegt, ik had er gewoon geen zicht op. Ik had er geen zicht op. Ja. Ik heb het ook niet expliciet gevraagd. Dat herken ik ook volmondig. Dat speelde toen nog niet, die discussie. En discussies als beheersing van bedrijfslasten en dergelijke, speelden die discussies wel? Ja, en wij hadden het idee dat vergelijkenderwijs Vestia een goed functionerende corporatie was. Ik kan me niet discussies herinneren over de bedrijfslasten zijn veel te hoog, doe er iets aan. Maar het was meer een gevoel dan een echt op cijfers, vergelijkende cijfers gebaseerd beeld. Ik zit me even af te vragen, we hadden toen nog geen corporatie in perspectief. Want dat is de eerste vergelijking die over alle corporaties beschikbaar is gekomen. Dat is in 2007, dacht ik, 2008. Toen zijn die vergelijkende cijfers door het Centraal Fonds gepubliceerd. Die had je daarvoor niet bij mijn weten. Dus het was ook heel lastig om je een oordeel te vellen. En dat is ook precies een van de dingen die in het rapport worden geconstateerd. In het rapport wordt niet geconstateerd dat corporaties inefficiënt zijn. In het rapport wordt geconstateerd, je kunt je er geen oordeel over vellen. Wat ook al ernstig is. Ja. En dat gold ook voor mijzelf in mijn rol als lid van de Raad van Commissarissen van Vestia. Ja. Ik heb nog een paar vragen over het financiële beheer van Vestia in die tijd. Ja, ons is gebleken dat Vestia al heel vroeg bezig was met een hele ruime opvatting van financieel beheer. Zo werd er bijvoorbeeld ook door de woningcorporaties goedkoop geld aangetrokken via het WSW. En dat vervolgens weer tijdelijk werd uitgezet bij andere woningcorporaties. En er werd een rentewinst geboekt. Hè? En dat is dan een voorbeeld van met geld verdienen. En was dat in uw tijd ook al zo dat er op die manier een actief kasbeheer werd gevoerd, waarbij het als het ware een beetje een bankiersachtige rol werd vervuld? Ik kan me niet herinneren dat we daarover zijn gereformeerd als Raad van Commissarissen. Maar het begon al een heel vroeg stadium, ja. En je zou misschien de stelling kunnen opwerpen dat
Ja, toen is dat bankier geleerd en dat is dan later uitgegroeid tot een grootschalige handel in derivaten. Dan is de vraag, had dat niet in een vroeg stadium daar paal en perk aan gesteld moeten worden? Wellicht, maar nogmaals, ik kan me niet herinneren dat we daarover zijn geïnformeerd. En ik weet ook niet, kennelijk heeft u gegevens dat het op enige schaal al voor 2005 het geval was. Ja, dat kwam uit de echtsvoorgangers van Vestia, die deden dat al. Oké. Okay. Ja. U hebt daar geen informatie over gehad, u weet zich daar ook niet. Nee, ik kan me niet herinneren. Vindt u dat soort activiteiten passen bij een woningcorporatie? Het voorbeeld wat u aangaf, dat begint een beetje over de grens te raken, namelijk extra borgingsfaciliteit benutten. Dus extra leningen aantrekken, niet voor de eigen bedrijfsvoering, maar om dat expliciet door te lenen aan andere corporaties, dan raak je denk ik een beetje over de grens van wat verstandig is. Iets anders, wat natuurlijk ook veel gebeurd is bij corporaties. De ene corporatie heeft een tijdelijk liquiditeitstekort en de andere corporatie heeft een tijdelijk liquiditeitsoverschot. Dat kan gebeuren in de bedrijfsvoering en dat je dat met elkaar matcht. Daar lijkt me helemaal niets mis mee dat gebeurt. En dat is in het verleden ook op enige schaal gebeurd. Er is nooit zoveel over gepubliceerd bij mijn weten. Dus er is ook zijn ook geen rapporten van het Centraal Fonds die inzicht geven in de omvang daarvan. Maar dat corporaties op die manier elkaar ondersteunen door liquiditeitsoverschot en liquiditeitstekorten te matchen, lijkt mij een prima zaak. Maar het voorbeeld wat u aangaf is van een andere orde. Want dan wordt extra geborgd geld aangetrokken met het doel. Om dat door te lenen. En dan denk ik, raak ik een beetje in de sfeer van de bankiersrol. Ja, want wij hebben het idee dat van een heel vroeg stadium als een middel werd gezien om financiële middelen te genereren. Ja, u zegt, ik wist er niks van. Ik weet het, en ik kreeg er geen informatie over. Ik kan me het niet herinneren, heb ik gezegd. U kunt zich dat niet herinneren. Kunt u dan wel zeggen, in hoeverre u op de hoogte werd gehouden van de treasury-activiteiten bij Vestia? Ja, we werden op hoofdlijnen op de hoogte gehouden. Ik kan me herinneren dat wij minimaal één keer per jaar een soort van treasury-verslag hadden. En ik kan me ook wel herinneren dat daar ook toelichting op werd gegeven. In ieder geval door de heer Wevers en wellicht ook op de heer De Vries. Maar daar ben ik niet zeker van of... Ik kan me niet herinneren. Hij was in ieder geval niet vaak bij de raadsvergadering aanwezig. De heer Wevers wel altijd. Dus we kregen één keer per jaar een verslag op hoofdlijnen van de treasury-activiteiten. En daarmee had u het gevoel dat u als commissaris voldoende in controle was? Ja. Terugkijkend zou ik misschien anders opgesteld hebben met de kennis van u. Maar in die periode hadden wij geen aanleiding om te veronderstellen dat het niet in controle was. De heer Boot heeft hier verklaard dat hij ook wel als commissaris, dat hij dan graag ook apart gesprekken voerde met mensen binnen de organisatie om een beter beeld te krijgen. Deed u dat ook? Dat deed deze raad niet. Misschien de voorzitter, dat weet ik niet. Of de secretaris, dat zou kunnen. Maar ik was een van de leden. En wij hebben de raadsvergaderingen... Er waren twee directeuren altijd bij aanwezig, Van der Vlist en Wevers. En de bestuurssecretaris was erbij aanwezig. Dus op die manier hadden wij contact met de organisatie. En daarnaast is ook van belang dat wij de vergadering regelmatig hielden bij vestigingen van Vestia. En dan gaf de vestigingsdirecteur een inleiding op het functioneren van die vestiging. En op die manier kregen we ook enig contact met... hoe het op vestigingsniveau ging. Nou, al met al had u het gevoel dat u er voldoende zicht op had. Nou, ik kan me wel herinneren een wat aanhoudende discussie die ik dan zelf voerde met de heer Staal. Dat ik het toch wenselijk vond dat er meer inzicht zou worden geboden in de financiële positie van Vestia. Dat was een discussie over de waarderingsgrondslagen. In die tijd waardeerde Vestia ook in de jaarrekening nog op basis van historische kosten. En mijn opvatting is dat het geen goed inzicht geeft.
En dat we informatie moesten hebben op basis van bedrijfswaarde. En die discussie heeft zich enige tijd uitgestrekt voordat we die informatie kregen. Dat ging niet makkelijk, ging niet vanzelf. En daar moest ik aanhoudend op terugkomen. Hmm. Dus die discussie kan ik me wel herinneren. En dat was een algemeen beeld dat informatie vanuit de directie van Vestia moeilijk loskwam? Nee, zo wil ik het niet. Ik wil het niet veralgemeniseren. Het ging met name in mijn herinnering om dit specifieke punt. Waarbij het gaat, wat is de waarderingsgrondslag van je vastgoed? Hoe waardeer je dat precies? Dat kan op verschillende manieren. En de ene methode geeft meer inzicht dan de andere methode. En Vestia gebruikte de historische kosten in die tijd nog en dat geeft helemaal geen inzicht. Ja. En dat vond ik lastig. Ja. Dank meneer Groot. Meneer Konijn, zoals ik in de inleiding zei, onze commissie is ingesteld door de Tweede Kamer om het hele corporatiestelsel te onderzoeken en ook die mogelijke tekortkomingen daarin te benoemen. En als die er zijn, om ook suggesties aan te dragen voor een verbetering. Dus mijn vraag aan u zou zijn, als daarvan sprake is, wat is nou volgens u de grootste tekortkoming in het huidige stelsel van woningcorporaties? Mag ik er twee noemen, voorzitter? Zeker. Dan kom ik weer terug bij de thema's die net ook besproken zijn. Als je teruggaat naar het begin van het huidige stelsel, dat is de verzelfstandiging in 92 door staatssecretaris Heerma. Mm-hmm. En vervolgens de brutering. Dan vind ik dat op dat moment twee systeemfouten zijn ontstaan, waar we nu nog steeds de wrange vruchten van plukken en die de bron vormen van de problemen. Dat is in de ene plaats dat corporaties te weinig sturing hebben op hun activiteiten. Dus er is een te grote mate van vrijheid bij corporaties om te bepalen wat ze wel of niet doen. En een andere systeemfout die toen ontstaan is en nog steeds niet is, goed is gerepareerd, dat is stevig toezicht. Een toezichthouder die tanden heeft en daadwerkelijk ook een disciplinerende rol kan vervullen. Dat zijn de twee tekortkomingen die Tommel heeft daar wat aan gerepareerd in 97. Heeft het toezicht weggehaald bij de gemeente. Heeft Centraal Fonds als toezichthouder geïnstalleerd, maar met weinig bevoegdheden en met weinig doorzettingsmacht. Tommel heeft aangegeven prestatieafspraken met de gemeente. Dat zou de leidende figuur moeten zijn. Maar dat is ook niet gehandhaafd. En corporaties hebben zich niet altijd gericht naar de woonvisie van de gemeente. Want als we naar die twee door u aangedragen punten, te weinig sturing op hun activiteiten en een te weinig neergezet streng toezicht, welke rol speelt daarin de politiek? En dan bedoel ik zowel regering als ook Tweede Kamer in dit geval. Ja, een zeer grote rol. We hadden het al even over wie is nou en al die incidenten, hè, en waar komen ze vandaan en wie is nou verantwoordelijk? Kijk, ik gaf al aan, ieder incident, dat is helder, dat is degene verantwoordelijk die daar de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor had. Geen misverstand erover. Maar het feit dat het stelsel zo onvolkomen is, daarvoor ligt de verantwoordelijkheid bij de achtereenvolgende ministers en bij de Tweede Kamer. Ik vind dat daar een hele zware verantwoordelijkheid ligt voor waar we nu naar kijken. En in die zin, maar misschien is dat een beetje, het raakt ook uw werk, toch een morele oproep aan de Kamer om toch zo snel mogelijk die novelle te behandelen. Er zijn alibi's genoeg om het weer uit te stellen. En voor je het weet is er weer een kabinet gevallen en komen we in herhaling van het patroon wat we nu al 15 jaar lang hebben. Ja, nou ja, ons mandaat dat wij van de hele Kamer hebben gekregen is natuurlijk om de zaak te onderzoeken en aanbevelingen te doen. En dat is niet het wel of niet behandelen van de novelle, dat is aan de Tweede Kamer, de woordvoerders. We volgen dat uiteraard met interesse. Meneer Konijn, u ontwikkelde het zogenaamde driekamermodel. Daar hebben we eerder met anderen over gesproken. En dat is eigenlijk een soort alternatief sturingsmodel voor woningcorporaties. Waarin vastgoedexploitatie, financiële continuïteit en de maatschappelijke activiteiten van corporaties, die drie, die worden dan in afzonderlijke kamers, tussen aanhalingstekens, ondergebracht. Kunt u ons kort even bazaal schetsen wat dat nu precies is en hoe dat werkt, dat driekamermodel? Heel graag.
Het begint bij de vaststelling dat corporaties, we hebben net over gesproken, een fors vermogen hebben. En dat vermogen, dat levert in principe rendement op. Zoals een belegger met het vermogen rendement realiseert, kan een corporatie ook met het vermogen dat de corporatie heeft rendement realiseren. Alleen het bijzondere van een corporatie is dat ze het rendement niet aan een aandeelhouder hoeft af te staan, maar het zelf kan besteden voor maatschappelijk gewenste activiteiten. En wat het driekamermodel nu beoogt, is onder meer transparant te maken hoe groot is nou dat maatschappelijke budget waarover corporaties beschikken om die maatschappelijke rol te vervullen. Om duidelijk te maken waaraan wordt het budget besteed en ook om te kunnen vaststellen of het een maatschappelijke meerwaarde oplevert. Dat is de kern. Wil je dat goed doen, wil je dat maatschappelijke budget goed zichtbaar krijgen en daar ook met een gemeente over kunnen spreken hoe je het gaat besteden, dat budget. Als je dat goed zichtbaar wilt maken, dan moet je een aantal rollen binnen die corporatie goed scheiden. Dan moet je die vastgoedrol, het exploiteren van vastgoed, moet je goed scheiden van de maatschappelijke rol waar het gaat om een maatschappelijk budget in overeenstemming met maatschappelijke behoeften besteden. Daar is het driekamermodel voor ingericht, om die rollen goed te scheiden, zodat je weet, even heel simpel gezegd, waarom een euro de deur uitgaat. Is dat omdat je dat nodig hebt voor je vastgoedexploitatie, onderhoud en beheer? Of doe je dat omdat je een maatschappelijke rol vervult als corporatie? Daar heb je die rollenscheiding voor nodig en dat wordt uitgedrukt door het driekamermodel. Dat is dus een ander model dan het juridisch uit elkaar trekken van activiteiten. Ja. Daar kom ik zo nog even op terug. Ja. U zei in een toelichting op het model, dat driekamermodel die u gaf, september 2012. U zei daar, ik citeer, het driekamermodel biedt in ieder geval transparantie over de belangrijkste keuzes waar een corporatie voor staat, zei u net ook. Hiermee levert de corporatie ook een bijdrage aan haar legitimiteit. Einde citaat. Kunt u uitleggen waarom dat dan zo is? Ja. Ik denk dat een van de problemen waar een corporatie mee worstelt, is dat ze haar maatschappelijke rol niet goed kan voor het voetlicht kan brengen. Als het nu zo wordt dat een corporatie zichtbaar kan maken wat het maatschappelijke budget is, waaraan ze het heeft besteed, en mogelijkerwijs ook andere partijen betrekken bij de besteding van het budget. Ik kan me heel goed voorstellen dat de gemeente ook invloed kan uitoefenen op de besteding van het maatschappelijke budget. Als dat proces op die manier wordt ingericht, denk ik dat corporaties een legitiemere basis hebben dan op dit moment het geval is. Dat ze meer legitimiteit verwerven. Vat ik het dan goed op dat u die legitimiteit koppelt aan die transparantie, waardoor andere actoren er meer mee kunnen doen, zoals gemeenten? Ja, dus dit is in eerste plaats transparantie wat u zegt, maar ook beïnvloedingsmogelijkheden. Want transparantie en kunnen concluderen dat er activiteiten worden gedaan die niet in het belang zijn van de volkshuisvesting, dat is niet voldoende. Transparantie is een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde. Een voldoende voorwaarde is ook nog dat gemeenten een rol hebben naast andere belanghouders in de vraag wat corporaties doen met het maatschappelijke budget. Dat zijn dus twee trappen naar die legitimiteit dan. Wat wij vaak tegenkomen bij deze commissie zijn de aspecten van intern en extern toezicht op corporaties en het vraagstuk regulering dan wel zelfregulering. Ja. Als we kijken naar die elementen die continu hier in een rondje voorbij komen, hoe verhouden die zich tot dat driekamermodel? We staan ernaast, zou ik zeggen. Waar we hier vooral over praten. Ik antwoord te snel. Ik denk dat als je het driekamermodel zou inrichten bij een corporatie, dat je je ook makkelijker kunt verantwoorden. Dat je explicieter kunt laten zien waar je je maatschappelijke budget aan besteedt. En die verantwoording die kan interne rol spelen richting de interne toezicht, maar kan ook externe rol spelen richting de volksvestelijke toezichthouder, die dan meer inzicht heeft in
niet alleen wat er wordt gepresteerd, maar ook welke kosten verbonden zijn aan die prestaties. En dat daarmee de kwaliteit van het volkshuisvestelijke toezicht toeneemt. Mm-hmm. Regulering versus zelfregulering? Ook hier geldt denk ik voor in zijn algemeenheid. Als ik de discussie over zelfregulering en regulering volg, dan denk ik dat het buiten twijfel is dat corporaties een aantal dingen zelf kunnen oppakken. Een systeem van visitatie, een systeem van benchmarking, een EDIS-code en een governance-code. Maar dat moet nooit de toezichthouder ertoe brengen om zelf niet een eigen verantwoordelijkheid in te vullen en zelf toezicht te houden. Dus als we het over 3K-model hebben, dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat corporaties uit eigen keuze en verantwoordelijkheid een dergelijk sturingssysteem gaan inrichten. Maar dat daarnaast ook de toezichthouder, de volkshuisvestelijke toezichthouder en de financiële toezichthouder, toezicht houdt vanuit diezelfde principes. En dat het elkaar op die manier versterkt. Als ik de vraag simplificeer tot de basisvraag, stel een corporatie hanteert het 3K-model, neig je dan tot meer zelfregulering of blijft duidelijk een trend naar meer regulering noodzakelijk? Ik zou het niet tegengesteld willen zien. De bedrijfsvoering is primair de verantwoordelijkheid van de corporatie zelf. Als we het over het 3K-model hebben, dan gaat het uiteindelijk over bedrijfsprocessen binnen de organisatie. En daar is de bestuurder voor verantwoordelijk. Dus het inrichten van de corporatie langs lijnen van het 3K-model, die verantwoordelijkheid nogmaals ligt bij de bestuurder. Daarnaast kan de toezichthouder ertoe besluiten om informatie op te vragen die voortvloeien uit diezelfde gedachtenlijn. Dat de toezichthouder wil weten wat is nou het maatschappelijke budget wat u heeft. En hoe is dat besteed? En op welke wijze is die besteding afgestemd met relevante stakeholders? Dat zijn vragen die de toezichthouders kunnen stellen richting de corporatie. Dus het zijn elkaar versterkende factoren die niet tegengesteld zijn. Het is niet dat het een ten koste gaat van het ander. Nee, duidelijk. Het is gewoon een open vraag, omdat wij dat systeem natuurlijk proberen te doorgronden. Wat wij zien is dat op het niveau van de Europese Commissie in Brussel, daar is een beschikking genomen dat er een splitsing moet worden aangebracht bij corporaties tussen activiteiten waarvoor staatssteun beschikbaar is, in welke vorm dan ook, en activiteiten waar dat niet het geval voor is of mag zijn. En dan hebben we het dus in Nederland over de zogenaamde DAEB-activiteiten, dat staat voor dienstbaar en algemeen economisch belang, en de niet-DAEB-activiteiten, normaal ook het commerciële stuk genoemd. Het feit dat de Europese Commissie dat vindt, dat die splitsing moet worden aangebracht, hoe past dat op dat 3K-model? Of andersom, hoe past dat 3K-model daarin? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat een corporatie besluit om geen maatschappelijk budget beschikbaar te stellen voor activiteiten waarvoor geen staatssteun mag worden verstrekt. Dus wat u noemt de niet-DAEB-activiteiten. Dat een corporatie kan zeggen, nou, maatschappelijk budget wat we hebben, bestemmen we toch vooral voor de kernactiviteiten. Op die manier kan het een relatie worden gelegd. Dan gaat u uit van het standpunt dat als je het 3K-model toepast, zonder dat er een juridische splitsing van activiteiten plaatsvindt, dat dat transparantie oplevert en dat het voldoende is om te voldoen aan de wens van de Europese Commissie. Vat ik dat zo goed samen? Nee, de wens van de Europese Commissie die wordt vervuld met de bepalingen die in de novelle staan. De keuze tussen administratieve en juridische splitsing en de wijze waarop die splitsing verder moet doorgevoerd worden, ook in de administratieve organisatie. Dat borgt dat staatssteun alleen maar terechtkomt bij activiteiten die er ook recht op hebben. Dat staat op zich los nog van het 3K-model. Wat je met het 3K-model wel kunt bewerkstelligen, is dat het maatschappelijke budget, wat zichtbaar wordt in dat systeem, dat je dat niet besteedt aan die niet-DAEB-activiteiten.
Als je nou zou overgaan tot een juridische splitsing van je activiteit als coöperatie. En het commerciële niet-DAEP-stuk waar geen staatszin voor mag worden gegeven, dat zet je helemaal apart. Dan blijft er een sociaal huurstuk over. Ja. DAEP wel voor staatszin in aanmerking komende, althans volgens Brussel. Dat drie-kamermodel, pas je dat dan nog op het geheel toe of zit dat dan alleen nog maar in het sociale stuk? Je hebt juridisch doormidden gehakt. Alleen in de corporatie die overblijft, daar pas je het op toe. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. We gaan even naar een zijstraatje. Dat gaat over coöperatie Rentree uit Deventer. Daar was meneer Teuben een tijd lang de directeur-bestuurder. En die had daar een sturingsmodel ingevoerd. Vrij strak. Dat vergelijkbaar is met het driekamermodel. En daar is van alles mee gebeurd met Rentree. En we hebben ook gehoord dat toezicht erop vrij lastig werd. Daar kom ik zo even op. Eerst even de basisvraag dat wat meneer Teuben deed bij Rentree. Met die vennootschappen, et cetera. Lijkt dat nou op uw sturingsmodel? Driekamermodel? Ja, kijk, dat sturingsmodel is niet uit de lucht komen vallen. Er zijn velen die in deze hoek gedachten hebben ontwikkeld. Dus, en ook de heer Teuben heeft in deze richting ideeën ontwikkeld. Maar ook vele anderen. Wat ik niet zo'n goede uitwerking vind, is dat je dat allemaal in afzonderlijke rechtspersonen heeft ondergebracht, waardoor op een gegeven moment ook het zicht op het totaal verloren gaat. En ja, ook het toezicht. Als je even die vennootschappen dan even wegdenkt, maar wat Teuben gewoon met de organisatie deed, lijkt dat wel op uw driekamermodel? Zou kunnen. Sturingsfilosofie. Ja. Lijkt er wel op. Ja. Ook rollen en verantwoordelijkheden scheiden. Intern binnen de organisatie duidelijk maken wie opdrachtgever is en wie opdrachtnemer is. Helder op budgetten sturen. Die elementen zitten ook in de gedachten van Teuben. We hebben hier als getuige ook gehad de heer Kemperman. Die was uiteindelijk voorzitter van de Raad van Toezicht van Rentree. En hij betoogde dat de beoogde transparantie juist afnam. Want de constructies waren toch wel ingewikkeld en de manier van verslaglegging droeg er ook niet aan bij, dat iedereen precies kon zien wat er aan de hand was. Een citaat van hem is, zelfs voor deskundigen was het moeilijk cijfers bij elkaar te krijgen, zei hij hier tegen onze commissie. Wat vind je nou van de kritiek van die meneer Kemperman op dat model wat dus daar toegepast werd, waarvan hij zegt dat lijkt op het driekamermodel? Ja, ik ben onvoldoende betrokken geweest bij de uitwerking. Ik ben eigenlijk helemaal niet betrokken geweest bij de uitwerking bij Rentree, dus ik weet niet precies hoe dat is vormgegeven. Ik heb begrepen dat er een serie BV's werden gevormd. Dus dan krijg je al het probleem dat het in aparte rechtspersonen zit. Ik heb geen idee hoe de informatiehuishouding ingericht was. Wat Kemperman zegt over Rentree zal ongetwijfeld kloppen. Maar ik zou allerminst de conclusie willen trekken dat dat iets zegt over het driekamermodel. Laat ik de vraag dan iets breder trekken. Dat driekamermodel waarvan u dan de geestelijk vader bent, dat wordt samen met zogenaamd platform 31. In een pilotprogramma wordt dat nu getest. En onze commissie begrijpt dat dat bij 22 corporaties het geval is. Kunt u ons dan wat zeggen over de ervaringen daar tot nu toe? Tweeërlei. Positief in die zin dat ook na die pilot de meeste van de 22 corporaties ermee verder willen gaan. Dus dat men het als een manier om meer inzicht te krijgen in het eigen functioneren en als een manier om sturing te geven aan bedrijfsprocessen bruikbaar vindt. Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat het, als het gaat om de implementatie, dat het nog heel weerbarstig is. Omdat je, een van de kernpunten bij het driekamermodel is, ik gaf het net al even aan in de beeldspraak, je moet weten waarom je een euro uitgeeft. Je moet veel meer onderscheid maken intern in je bedrijfsvoering. Waar zijn de uitgaven voor bedoeld? Is het bedoeld om een maatschappelijke bijdrage te leveren? Of is het bedoeld om je vastgoed goed te exploiteren? Dat vergt in de inrichting van je bedrijfsprocessen, veranderingen. En dat is moeizaam, kost tijd. Dat heeft ook met automatiseringssystemen te maken.
Het heeft met informatiesystemen te maken. Dus die omslag is weer barstig en is niet van de ene op de andere dag te realiseren. Maar dat heeft hen niet weerhouden om toch verder te gaan. Ja, want Rondree was niet een van die 22 waar het getest wordt. Maar die 22 waar wel dat driekamermodel nu in een pilot getest wordt, lopen die dan wel of niet aan tegen dezelfde soort problemen als we bij Rondree uiteindelijk hebben gezien? Nee. Ik denk dat Rondree toch een uitwerking is die heel specifiek en niet maatgevend is voor hoe het driekamermodel kan functioneren. Bij het driekamermodel is het niet het uitgangspunt, ook niet de bedoeling, om de corporatie te splitsen in aparte rechtspersonen. Het blijft binnen de ene organisatie. Het is ook, denk ik, eenvoudiger. Ik begreep uit het verhoor van de heer Teube dat hij een tig aantal kamers had. En dan wordt het al wat verwarrend wat mij betreft. In het driekamermodel hebben we 3 rollen en verantwoordelijkheden onderscheiden. En mijn beeld is dat corporaties, niet alleen de corporaties van de pilot, maar ook heel veel andere corporaties, daar met de nodige energie mee bezig zijn. Er zijn corporaties op dit moment die hun hele organisatie erop inrichten. Mm-hmm. En de sturing erop inrichten. Ja, als ik u nou zo beluister, even terugpakkend naar Rondree, dan was dat niet helemaal zuiver een driekamermodel, zoals één op één uit uw koker rolt. Nee, dat lijkt me duidelijk om dat even dan toch vast te stellen. Ja, nee, het is echt iets anders. Ja, oké. Okay. Meneer Baschier, nog aanvullend? Of? Nee, dan gaan we naar meneer Mulder. Voorzitter, dank. We willen het graag met u hebben over het toezicht. U heeft er zelf al wat over gezegd zojuist. Eigenlijk gaat het in de sector om 3 soorten toezicht. Het intern toezicht van de Raad van Commissarissen. Extern toezicht van het CFV, dat is dan het financieel toezicht. En het zogeheten volkshuisvestelijk toezicht van het ministerie. En die willen we met u langslopen. Wat vindt u van de opzet en werking van het financieel toezicht in de sector? Kijk, het Centraal Fonds, daar hebben we het dan in concreto over, mm-hmm. Was de afgelopen 15 jaar gehandicapt in zijn functioneren. Het Centraal Fonds was eigenlijk een ongewenst kind bij geboorte in 1997. Had geen eigen recht op informatieopvraging, had geen sanctieinstrumentarium. En in die hele periode hebben we voortdurend adviezen, kent ze ongetwijfeld, waarin het voortbestaan van het Centraal Fonds ter discussie stond. Dus het Centraal Fonds was erg gehandicapt in zijn functioneren, wat mij betreft. Desondanks is mijn beeld dat met de riemen die het Centraal Fonds had, er toch redelijk goed gefunctioneerd is. En natuurlijk, er zijn ook missers vast te stellen. En die zijn ook al aan de orde geweest. Mm-hmm. Maar per saldo is mijn beeld dat het Centraal Fonds in de context waarin ze moest werken en met de middelen die ze tot zijn beschikking had, goed heeft gefunctioneerd. Ja. U zegt het Centraal Fonds heeft goed gefunctioneerd. Maar ik vroeg u, vond u de opzet en de werking van het, wat vond u daarvan? Niet, mijn vraag was niet hoe heeft het Centraal Fonds het gedaan, maar klopt de opzet? Ik zou wensen dat er een integraal toezicht kwam, als u dat bedoelt. Nu hebben we een gesplitst toezicht, het financieel toezicht bij het Centraal Fonds, het toezicht op volksvestige prestaties, integriteit, governance, rechtmatigheid bij de minister. Ik zou wensen dat er één toezichthouder was die het toezicht op de toekomst integraal toezicht hield op corporaties. En dan ga ik u mijn woorden in de mond leggen. Zonder die handicap van 15 jaar die u noemde. Ja, buiten twijfel. En dat betekent, die handicaps weghalen, betekent welke instrumenten moeten ze dan krijgen? Recht op informatieopvraging. Wat nu niet het geval is. Ik heb gisteren ook begrepen van mevrouw Braal dat op dit moment ook nog het zo is dat ze
noodzakelijke informatie met de pet in de hand bij de corporaties moeten opvragen. Dat is niet wenselijk. Dat loopt nu goed. Maar over een paar jaar kan het zo weer verkeerd lopen dat corporaties onwillig worden. Dus er moet gewoon doorzettingsmacht zijn van de toezichthouder ten aanzien van informatieopvraging. En de sanctie-instrumentarium wat nu bij de minister berust, hoort wat mij betreft voor een groot deel bij de toezichthouder. Ja. En u zei het volkshuisvestelijk toezicht moet er ook bij. Ja. De Algemene Rekenkamer, we hebben dat rapport hier een paar keer aangehaald de afgelopen weken, presenteerde op 3 juni een rapport over het toezicht. En daarin zei zij dat toezicht, volkshuisvestelijk toezicht, afwachtend en onvolledig was. En dat bewindspersonen te veel vertrouwden op zelfregulering in de sector en op intern toezicht binnen de corporaties. Deelt u die constatering? Volledig. Gewoon volledig? Ja. Heeft u het rapport ook gelezen? Ja. Was er sprake van spanningen tussen het volkshuisvestelijk toezicht en het financieel toezicht? Er was geen volkshuisvestelijk toezicht. Dus was er ook geen spanning? In ieder geval niet op die lijn. Nee. U heeft het uitgebreid aan de orde gehad. Dat was me ook al bekend, het piepsysteem. Ja, wat vond u daarvan? Ik vond dat, dat het ministerie in gebreken bleef. U kent artikel 33 van de BBSH. Ja. En dat interpreteer ik toch zo dat de minister toezicht houdt op de prestaties van iedere corporatie afzonderlijk. Ja. Wat doe je dan als de minister zegt, ja, dat kun je vooral lokaal beoordelen. Ik hoor zo goed als geen piep, dus het klopt. Ja, ik vind dat... We moeten het toezicht op volksvestelijke prestaties niet eenvoudig. Laten we het ook niet doen alsof er geen probleem onder ligt. Wat moet de minister nu zeggen over de bouw van huurwoningen in Enschede? Dat is het onderliggende probleem wat eronder zit. Maar de minister zou heel goed kunnen beoordelen of corporaties een prestatieafspraak hebben met een gemeente. Wat de kwaliteit van die afspraak is. Of die afspraak past in rijksbeleidskaders. Of de afspraak nagekomen wordt. Dus er zijn best wel invullingen mogelijk van het volksvestelijke toezicht. Die niet het probleem oproepen dat een minister zou moeten gaan oordelen over die woningen in Enschede. Ja. Dat kan best op een andere manier, meer procesmatig, dat de minister op die manier borgt, via het toezicht, het volkshuisvestelijke toezicht, dat de prestaties op een goede wijze in samenspraak met de gemeente worden gerealiseerd. Ja. Dus u zegt, de bewindspersonen hadden de afgelopen 20 jaar wel degelijk naast het piepsysteem op een andere manier toezicht kunnen houden? Ja. Als het zo is dat in 1997 minister Tommel sterk benadrukt prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties, dan had het in de reden gelegen om het volksvestelijke toezicht erop in te zetten, worden die afspraken nou gemaakt? En als ze niet worden gemaakt, waarom worden ze niet gemaakt? En wat is de kwaliteit van die afspraken? Dat had heel wel gekund. Daar heb je een toetsingskader voor nodig. Dat was er niet. Dus er is wel misschien een aanvulling van het BBSH of een aanvulling van een MG nodig om dat ook formeel juridisch goed te kunnen inrichten. Maar dat was de weg waarlangs het toezicht op volksvestelijke prestaties zou kunnen worden uitgeoefend. Ja. En dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Nee. Het interne toezicht, we hebben de afgelopen weken gehoord dat het ook tekort heeft geschoten. Een parlementaire onderzoekscommissie... het woningbedrijf Limburg constateerde dat in 1996 ook al. Welke verklaring hebt u ervoor dat het intern toezicht tekort schiet? Het is moeilijk om goed toezicht te houden. Daar begint het mee. Ja. We hebben dit gehad over Vestia. Dat is wel ook iets wat je moet leren. Het geldt ook voor mij. Dus het toezicht is niet eenvoudig. Ik denk dat de afgelopen jaren ook wel veel verbeterd is in de kwaliteit van toezicht. Met name als het gaat om principes van goed bestuur. Dat die meer worden nageleefd. Daar heb je ook de codes voor. Dus die dwingen dat ook enigszins af. Waar ik nog een grote
inhaalslag zie, is met name het kennisniveau bij leden van de Raad van Commissarissen. Kennisniveau zou best een stuk hoger kunnen zijn, want het is ook toch best ingewikkeld, een corporatiebedrijf. En als je ten opzichte van de bestuurder aanmerkelijk minder kennis hebt, op achterstand staat, dan heb je geen goede toezichtsverhouding. De toezichthouders bij corporaties hebben vaak uitgebreid maatschappelijke opvattingen. Mm-hmm. Dat is ook prima dat ze die hebben. Maar het moet ook gepaard gaan met voldoende kennis over het functioneren van een corporatie. En dat is denk ik nog voor verbetering vatbaar. In deze zogeheten novelle staat iets over een fit en proper test. Ja, is dat de oplossing? Het is een goede poging, denk ik, om aansporingen te geven dat uiteindelijk de leden van de Raad van Commissarissen zelf de verantwoordelijkheid nemen om hun kwaliteit te verbeteren. Ik moet dat goed luisteren hier. Een goede poging. Gaat dat resultaat opleveren? Volgens mij staat het nog maar heel globaal. Ik zou benieuwd zijn naar de uitwerking die het krijgt. Ja. Op welke manier wordt een kader gecreëerd waarbij getoetst wordt of de bestuurder, want het geldt ook voor bestuurders, en de leden van de Raad van Commissarissen van voldoende kwaliteit zijn. Daar zou ik meer van willen weten voordat ik zeg dat dat goed is. Ja. Maar in principe, de weg die nu wordt gevolgd, dat je een toetsing uitvoert van de kwaliteit, lijkt me prima. Ja. De vraag, u bent zelf intern toezicht, of u bent nog steeds intern toezichthouder. Ja, als u nou in uw rapport in 2005 constateert dat het niet te beoordelen is of een corporatie effectief is of efficiënt. En als we ook, en we hebben het er al over gehad, over nevenactiviteit, waar sprake is van bewegend toezicht. Hoe kun je dan als intern toezichthouder een oordeel hebben over de corporatie? Dat is ook heel lastig. Dat vind ik een van de grote problemen van intern toezicht. Als er geen duidelijk beleidskader is, wat voor de corporatie geldt. Ja. Beleidskader waar we net over hadden, wat onvolledig is uitgewerkt. Ja. Dan zit ook de intern toezichthouder voor een deel met lege handen. Ja. En dat is ook een van de complicaties van intern toezichthouder bij een corporatie. Ja. Vraag je wel af hoe je op dit moment intern toezichthouder kan zijn bij een corporatie. Als je dat allemaal niet weet, want dan zit je in het donker toezicht te houden. We hebben hier mensen gehad, die willen ook geen toezichthouder meer zijn in de sector. Nou, die conclusie heb ik nog niet getrokken. Nog niet? Voorlopig niet. Er zijn wel wegen waarlangs je dat probleem kunt verkleinen. Wat ik belangrijk vind, en dat geldt ook voor de corporatie waar ik toezichthouder ben, is dat die corporatie goed in overleg met gemeenten en andere stakeholders vaststelt wat zijn nu de problemen op het terrein van het wonen die opgepakt moeten worden. Mm-hmm. En op die manier krijg je wel een verankering van die activiteiten. Er is een visitatie, één keer in de 4 jaar, die ook een spiegel geeft van hoe heb je nou gefunctioneerd. En die visitatie kun je ook gebruiken voor je eigen verbeteringen. Voor je verbetering van je bedrijfsvoering en de verbetering in het leveren van maatschappelijke prestaties. Dus er zijn in die zin wat hulpmiddelen om die leemte op te vullen. Ik noem nu 3 vormen van toezicht. Dat is eigenlijk een strikvraag, want ik heb het WSW niet genoemd en u ook niet. Vindt u dat geen toezichthouder? Nee, ik vind het. Ik heb de discussie gevolgd, ook dat. Maar het WSW houdt toezicht op de wijze waarop de borgingsfaciliteit wordt gebruikt. Mm-hmm. Formeel toezicht, volgens de wet, heeft het WSW niet. Dat heeft alleen het Centraal Fonds en het minister. Dus WSW is geen toezichthouder? Niet in de formele zin. Maar nogmaals, houdt uiteraard toezicht op de wijze waarop de borgingsfaciliteit wordt gebruikt. Okay. U bent hoogleraar. We hadden hier eerder een andere hoogleraar. En die zei, over toezicht zei hij iets. Het is een citaat. Er is niets opgewassen tegen de onbegrensde mogelijkheden van rijkdom en het profiteren van de brede doelstelling die de sector kende. Daar komen financiële spelers op af die allerlei producten proberen te sluiten. Die geven kickbacks en die koop je om, et cetera. Een enge doelstelling van de sector, het voorkomen van een overvloed aan geld. 2,4 miljoen woningen is vragen om problemen.
Wij moeten terug naar een sector waarop toezicht te houden is. U zei net, je moet het toezicht tanden geven. Hier wordt gezegd, ja, eigenlijk is die sector te groot. Hoe kijkt u daar tegenaan? Die vraag zou ik willen beantwoorden langs de lijn van publieke belangen. Mm-hmm. Er zijn publieke belangen op het terrein van het wonen. Er moeten voldoende woningen zijn van voldoende kwaliteit. Woningen moeten betaalbaar zijn, ook voor lagere inkomensgroepen. En er moeten leefbare woonomgevingen zijn. En we weten dat de markt daarin tekort schiet. We kunnen niet alles overlaten aan de markt. En de rol van de corporaties zit hem erin om die tekortkoming van de markt te compenseren. En de omvang van de corporatiesector is daarvan afgeleid. Afgeleid van welke problemen zitten er op de woningmarkt en hoe kunnen we die oplossen. Mijn beeld is ook dat, en dan sluit ik aan, want ik neem aan dat het een citaat van Boot was. Ja. Mijn lijn is ook wel dat de corporatiesector overgedimensioneerd is ten opzichte van de problemen op de woningmarkt. Overgedimensioneerd? Wat is dat precies? Dat een kleinere corporatiesector ook heel goed de publieke belangen zou kunnen behartigen. Mm-hmm. En dat de huidige omvang niet de ideale omvang is. Mm-hmm. Dus eigenlijk staan de heer Boot en u qua opvatting niet ver uit elkaar. Nee. Heb ik dat goed? Oké, helder. Dank. Ik heb nog een vraag over de commissie Dekker. U bent daar auteur van dat advies. En dat rapport hadden we vanochtend ook aan de orde bij de voormalige wethouder Noorder. Dat is een rapport uit april 2013 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de relatie tussen corporaties en gemeenten. En die commissie adviseerde geen formele hiërarchische verhouding tussen corporaties en gemeenten, maar die pleitte ervoor dat er prestatieafspraken zouden komen tussen corporaties en gemeenten, met minder vrijblijvendheid. U zei dat al, hè? Ja. Waarom zag de commissie af van die formele hiërarchische verhouding? Dat is een heel principieel punt. Corporaties zijn verzelfstandigd. En in de visie van de commissie was het zo dat dat dan ook betekent dat de bestuurder, de corporatie, zelf verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. Mm-hmm. En dat impliceert dat je geen hiërarchische relatie hebt in de sturingssfeer ten opzichte van de gemeente. Het is geen gemeentelijk woningbedrijf waar we over praten. Corporaties zijn zelfstandige bedrijven die verantwoordelijk zijn voor hun eigen bedrijfsvoering. Uiteindelijk moet de corporatie kunnen zeggen tegen de gemeente, wat je nu van me vraagt is onredelijk, past niet, ongewenst. Dat moet de corporatie kunnen zeggen ten opzichte van de gemeente. En die mogelijkheid ontneem je de corporatie wanneer je een hiërarchische relatie creëert. Helder, dank. Meneer Groot, nog aanvullend. Ja, nog even aansluitend op die gemeentelijke prestaties en die prestatieafspraken. Ja, eigenlijk komt het al dicht bij de uitkomst van het rapport van het VNG. Dat heeft eigenlijk in letterlijke woorden eigenlijk in 2005 ook al bepleit, ja. In uw rapport voor IGO. Het was toen destijds ook de wens van de gemeente. Nu wordt het dan uiteindelijk geregeld in de novelle. Hebt u nou een verklaring voor dat iets wat toch zo evident lijkt, dat zo lang kan duren voordat het uiteindelijk landt in wetgeving? Wat zijn de machten geweest die dit hebben tegengehouden? Ik denk dat de belangrijkste factor is geweest de breed gedragen opvatting dat het ondernemerschap van corporaties ruimte moest krijgen, dat zelfregulering de voorkeur genoot en dat zo weinig mogelijk sturing zou moeten worden uitgeoefend op corporaties. Ik denk dat heeft heel lang natuurlijk de boventoon gevoerd, tot en met minister Vogelaar, die ook in het onderhandelingsakkoord schreef vermindering van toezicht. Dus het is heel lang
de dominante ideologie geweest. En het is pas sinds een aantal jaren dat dat is veranderd, ook binnen EDES. En dat we meer oog hebben voor de noodzaak. U zegt ook binnen EDES. Ook binnen EDES is het natuurlijk heel erg veranderd de afgelopen jaren. Daar onderkent men ook de noodzaak van toezicht met BAIT. Daar onderschrijft men bij mijn weten ook het feit dat de relatie met de gemeente wat steviger moet worden ingevuld. Dus de opvattingen zijn nu sterk veranderd. En ik denk dat nu ook, maar goed, dat was het morele appel wat ik net deed aan de Tweede Kamer, dat nu de situatie rijp is om daadwerkelijk tot acties over te gaan. Goed, en dan had ik nog een vraagje over de positionering van het volkshuisvestelijk toezicht. Want u zegt, breng dat in één autoriteit onder. En u zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp, dat moet dat volkshuisvestelijk, dat zou dan meer procesmatig, toezicht, procesmatig vorm moeten krijgen. Precies. Nu zegt bijvoorbeeld een achtereenvolgende ministers, onder minister Donner, die zegt ja, maar uiteindelijk word je toch aangesproken als minister op individuele gevallen. En dan blijft me toch niet helemaal duidelijk hoe je dit, en dus dat volkshuisvestelijk toezicht dat raakt ook aan beleid, dus dat moet je binnen het ministerie houden. Nou, heb ik dan met andere woorden, ja, je komt niet weg met procesafspraken. Dat is dan eigenlijk de onderliggende stelling. Wat is het antwoord daarop? In de eerste plaats de vraag of het toezicht binnen of buiten het ministerie geplaatst zou moeten worden. Die discussie heeft u ook gevoerd met getuigen. Ik ben een verklaard voorstander van toezicht buiten het ministerie. En ik licht het ook graag toe. Er zijn een aantal redenen waarom dat toch verre de voorkeur geniet. In de eerste plaats wil je een duidelijke scheiding tussen beleid en toezicht. Dat is een heel belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van het toezicht, dat het gescheiden wordt. En in het verleden is gebleken dat niet iedere minister de verleiding kan weerstaan om invloed uit te willen oefenen op de uitkomsten van het toezicht. En dan hadden we nog een ZBO. Laat staan wanneer het intern is. Dan wordt die verleiding nog groter. En er is nog een tweede argument waarom ik vind dat het echt ook apart geplaatst moet worden. Voor iedereen geldt dat ook de schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Dat geldt ook in dit geval. De schijn van vermenging van beleid en toezicht moet sowieso worden voorkomen. Ook al zegt de minister dat hij dat niet met elkaar zal vermengen, de schijn ligt er. En dat is ook een zelfstandige reden om te zeggen het toezicht buiten het ministerie geplaatst worden als een zelfstandig bestuursorgaan. Oké. Goed, dank meneer Groot. We gaan nog even naar collega Bashir. Meneer Konijn, ik wil het nog met u hebben over de gevolgen van het Vestia-debakel. Ja. Er is alleen al door het afkopen van het derivatenportefeuille van Vestia 2 miljard euro verloren gegaan. In de verhoren die wij hier hebben gehad is gebleken dat het bedrag van uiteindelijke schade nog veel hoger is. Alleen al één doorzakoperatie heeft Vestia iets van bijna 700 miljoen euro gekost. En dan hebben we het niet over de rente, over de margin calls die in september en in januari, februari van 2011 en 2012 zijn betaald. Dan hebben we het ook niet over de juridische kosten en de procedures die nu nog lopen. De commissie onderzoekt natuurlijk hoe het zover heeft kunnen komen. Maar we willen ook nu een aantal vragen aan u stellen over de gevolgen van het Vestia-debacle. Kunt u voor ons aangeven welke investeringen door woningcoöperaties niet meer plaats zullen vinden, nu Vestia zo'n grote rekening ook doorschuift via de saneringssteun die zij krijgen? Dat is eigenlijk niet goed te doen. Ik begrijp de wens van u om een duidelijk antwoord te hebben op de vraag van wat zijn nu de consequenties. Dat is niet goed te doen. Het is bekend dat er op dit moment een saneringsheffing is van zo'n 400, 500 miljoen. Dus dat betekent dat corporaties dat op een of andere manier moeten compenseren. En voor een deel wordt het gecompenseerd door minder investeringen. Maar er is geen één-op-één relatie te leggen tussen
het Vestia-debakel en de consequenties die dat heeft voor individuele corporaties, aan de ene kant. En de beleidsaanpassingen van corporaties aan de andere kant. En ten meer is dat heel lastig, omdat we het ook wel in perspectief moeten zien wat hier gebeurt. Ik bedoel, het is een enorm debakel, maar corporaties hebben op dit moment te maken met een heffing, verhuurdersheffing, van 1,4 miljard op jaarbasis. Dat heeft een veel groter impact op het huurbeleid, op het investeringsbeleid, dan de saneringsheffing. Dus het is wel van belang om het in perspectief te zien. En we weten in ieder geval, als je het totaal bekijkt, verhuurdersheffing plus saneringsheffing, dat ongeveer de helft van die rekening door de huurder wordt betaald. Dat 35% van die rekening wordt betaald door efficiënter te worden, lagere onderhouds- en beheerlasten. En dat het resterende deel wordt betaald door minder geld te lenen en eigenlijk dus minder te investeren. En als je kijkt hoeveel er dan minder wordt geïnvesteerd als gevolg van het totale pakket aan heffingen, dan ligt het in de orde van 30-40% minder investeringen als gevolg van saneringsheffing, Vestia, maar ook WSG ja. Uiteraard, en verhuurdersheffing samen. Ja. Even voor de volledigheid, de saneringsheffing is niet 400 of 500 miljoen, maar veel hoger, rond 700 miljoen, alleen voor Vestia. En dan hebben we ook nog het gedeelte van WSG, ja, dus het komt er bovenop. Ik begrijp uw punt. Ja. Uiteindelijk moet er natuurlijk veel meer worden betaald, maar de bedragen die ik noemde zijn de bedragen op jaarbasis. De verhuurdersheffing is 1,4 miljard per jaar, maar als het 10 jaar moet worden geheven, is het 14 miljard. Ja. Dus als u het heeft over 700 miljoen voor Vestia, is dat iets wat in een aantal jaren betaald moet worden door corporaties. En het bedrag wat op dit moment aan de lat staat, is, meen ik, in 2014 450 miljoen. Ja. Dus u zegt dat u niet kunt aangeven van wat nou de exacte gevolgen alleen al van Vestia debakel zijn. Nee. Maar wel van het totale plaatje van de verhuurdersheffing plus de saneringsheffing. Ja, ja, dat onderzoek hebben we gedaan met de uitkomst die het net aangaf. En u zegt dat ongeveer 30% van de investeringen niet meer gedaan worden. Ja. En dat de helft van de kosten worden gedragen door de huurders. Ja. Ja, ja. Kunt u ook aangeven dan wat dan de gevolgen zijn voor de stedelijke ontwikkeling? Als we het bijvoorbeeld hebben over de krachtwijken, over de plannen die bijvoorbeeld gemeenten met woningcorporaties hebben. Kijk, de gemeenten waar Vestia erg actief was, die hebben natuurlijk het meest te lijden. Omdat Vestia een grote investeerder was. En het is bekend dat dat enorm is teruggeschroefd. Dus daar vallen de grootste klappen. Als je kijkt naar de andere corporaties, die ook minder investeren als gevolg van saneringsheffing en verhuurdersheffing, dan zie je ook dat die mindere investeringen vooral in de nieuwbouw zitten. Dus dat renovatie en energetische verbetering van de voorraad, wat ook een belangrijke prioriteit is op dit moment, dat dat nog relatief ongeschonden is. En dat het vooral dus in de nieuwbouw het mes is gezet. En of dat erg is, dat is ook weer niet op helemaal op voorhand te zeggen, want er is ook een beleidsdoelstelling van minister Blok om met name particuliere verhuurders en beleggers actiever te laten zijn op de woningmarkt. Dus als zijn beleid slaagt, dan wordt het geld opgevangen door anderen. Als zijn beleid niet slaagt, dan hebben we mogelijkerwijs in de toekomst een tekort aan huurwoningen. Ja, u zegt als zijn beleid slaagt, ja. En dat was precies mijn volgende vraag. Hoe schat u dat in? Denkt u dat professionele partijen, zoals bijvoorbeeld institutionele beleggers, maar ook andere partijen, dat gat kunnen opvangen? Mijn inschatting is dat het met een delen zal gebeuren. Ik vind als u mijn persoonlijke opvatting vraagt over het beleid van Blok, vind ik de richting die hij opgaat, vind ik een goede. Sluit ook aan bij de discussie die we hebben gehad over de hervorming van de woningmarkt. We willen in onze woningmarkt ook een groter middensegment, wat verhuurd wordt door beleggers en particulieren, wat eigenlijk heel erg klein is in Nederland. We willen dat segment vergroten. Daar is zijn beleid op gericht. Maar ik heb niet het idee dat dat heel snel zal gaan en heel,
heel erg groot zal worden. En heeft u voor ons als commissie aanbevelingen om, om dat voor elkaar te krijgen, dat andere partijen in dat gat inspringen? Nee, ik denk dat de minister op dit moment alle zeilen bijzet op dat vlak. Ja. Meneer Konijn, zijn er eigenlijk veranderingen te zien in de wijze waarop de financiering van de sector nu plaatsvindt als gevolg van het Vestia-debakel? Ik kijk daar op grote afstand naar. Ik heb geen directe kennis over, over hoe de financiële markten functioneren. Besproken is ook gisteren in het verhoor van de heer Wilders dat in ieder geval de derivaten nu op nul staan. Dus dat is een verandering, dat het renterisico afdekken op dit moment in ieder geval niet meer gebeurt. Wat je ook constateert is dat het totale geborgde volume aan het dalen is. Dus dat corporatie is veel minder leningen aantrekken per saldo dan in het verleden het geval is. En dat zou ook wel eens door kunnen gaan, dus dat, dat de corporaties niet meer die uitbundige groei laten zien in de leningportefeuille die zij de afgelopen 15 jaar hebben laten zien. Ja. Zijn de banken eigenlijk ook meer terughoudend als het gaat om het financieren van de sector? Omdat de risico's geen aanwijzingen voor. Nee. In die zin is het natuurlijk, denk ik, moet ook onze zegeningen tellen. Het hele stelsel wat we hebben heeft er wel toe bijgedragen dat ook in de grootste financiële crisis corporaties altijd geld hebben kunnen lenen. En dat dat niet is opgedroogd. Ja. Dan tot slot, want u zei dat de helft van de rekening bij de huurders terechtkomt. Ja. Kunt u aangeven wat dat nou voor de huurder betekent? Bijvoorbeeld in de vorm van de huurverhogingen, maar ook bijvoorbeeld onderhoud van de panden of investeringen in de leefbaarheid? Als ik het heb over de helft komt bij de huurders terecht, dan heb ik het over het huurbeleid. Niet over het onderhoudsbeleid, niet over de investeringen, maar dat over is dan bijkomend, de huurstijgingen. Ja. En de huurstijgingen, dat is ook, zoals u weet, op dit moment fors. Fors boven inflatie, ook gedifferentieerd naar inkomen. Maar ook hier zou ik graag een kanttekening willen plaatsen. Het huurbeleid waar we tegenaan kijken is ook voortgevloeid uit een discussie die we hebben gehad over de hervorming van de woningmarkt. We wensten ook met z'n allen, inclusief Woonbond, EDES, Vereniging Eigen Huis en de makelaars, we wensten allemaal dat de huren meer marktconform zouden worden. Ja, maar ik wil toch vragen om nog even u te beperken tot het Vestia-debakel. U had nog zelf de verhuurdersheffing erbij, maar als we alleen kijken naar Vestia-debakel, u kunt dat niet kwantificeren van wat dat nou betekent voor de huurder als het om de huurverhoging gaat. Nee, omdat ik, en dat is de reden waarom ik het ook in perspectief plaats. Ja. Niet om de kwestie onnodig groter te maken, maar om de samenhangen zichtbaar te maken. En dat het niet mogelijk is om de consequenties van de saneringsheffing die voortvloeit uit de Vestia-debakel, om de effecten daarvan te isoleren, dat is niet mogelijk. Ja, ja, maar als u zegt van als u de verhuurdersheffing en het Vestia-debakel bij elkaar optelt, dan is het de helft voor de huurder. Ja. Waarom zou je dan niet kunnen zeggen dat de helft van het Vestia-debakel ook voor de huurder is? Omdat die verhuurdersheffing een veel grotere invloed heeft. Ja. Wat ik aangaf, de verhuurdersheffing loopt op naar 1,4 miljard. Ja, nee, u hebt het net duidelijk aangegeven. En het heeft een veel grotere invloed. Ja. Ik kijk naar de voorzitter. Dank u wel, meneer Konijn. Dank meneer Bashir. Meneer Konijn, wij begrijpen dat u onze enquêteactiviteiten nauwlettend heeft gevolgd. Dat lijkt me prima. Verslavend. Kijk, wij zijn verslavend. Dat is nieuws. U bent zelf nauw betrekken bij die sector, hoogleraar, et cetera. We hebben het allemaal opgesomd. Wat is u nou het meeste opgevallen van alles wat wij hier doen? Althans, van de resultaten van ons onderzoek, om het iets preciezer te vragen. Tot ja, eigenlijk, ik heb een veel scherper beeld gekregen hoe funest het was dat die zelfregulering zo lang de dominante ideologie is geweest. Het is voor mij ook heel duidelijk geworden dat het hebben van twee categorieën activiteiten, nevenactiviteiten en kernactiviteiten, dat het ook heel erg risicovol is.
En dat je naar een situatie toe zou moeten waarin er maar één soort activiteit is die corporaties doen. Namelijk de activiteiten waar ook borging voor beschikbaar is, waar je staatssteun voor mag verstrekken en die in publiek belang dienen. Dus de mogelijkheid van nevenactiviteiten, ik heb het ook genoemd het gedoogbeleid, wat in 1999 is ontstaan. Nou, voor mij is wel heel erg duidelijk geworden wat daarvan de verstorende werking is geweest in de afgelopen 15 jaar. Duidelijk. Dan heeft mevrouw Hashi ook nog een vraag voor u. Ja, meneer Konijn, gisteren hadden wij hier mevrouw Braal, directeur van het Centraal Fonds, de financieel toezichthouder. En zij gaf aan dat regels en toezicht nooit kunnen goedmaken wat in het primaire proces fout gaat. En het gaat dus ook om het gedrag van diegenen die het vertrouwen krijgen. Ja. En mijn vraag aan u is, hoe kunnen we het stelsel op dat vlak robuuster maken? Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het helemaal met haar eens ben en ook met u eens bent dat dat een hele belangrijke succesfactor is. Cultuur is heel erg bepalend voor het succes van de veranderingen die we willen realiseren. En ik denk dat daar ook niet een eenvoudige oplossing voor is. Het is voortdurend elkaar aanspreken op die cultuur, voortdurend elkaar aanspreken op gewenst gedrag. Ik denk dat u met uw enquête er ook een hele belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Dat het meer tussen de oren komt dat het noodzakelijk is om heel prudent om te gaan met het maatschappelijk bestemd vermogen. En dat het feit dat je dat vermogen ter beschikking staat geen vrijbrief is om allerlei feesten en partijen te organiseren. Dus die cultuurverandering is vreselijk belangrijk. En nogmaals, dat is wat iedereen zich van bewust moet zijn om elkaar erop aan te spreken en uiteindelijk dat ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dank ook mevrouw Hashi. Zo, meneer Konijn, we zijn aan het einde van het openbaar verhoor. U was de laatste in de rij. Ik dank u. Ik sluit de vergadering officieel voor wat betreft het openbaar verhoor met u, meneer Konijn. Ik wil nog graag een paar woorden spreken. Ik sluit dus de openbare verhoren hiermee af, maar dat is een fase in ons totale onderzoek. Dus om duidelijk te maken, ook aan het publiek, ik sluit hiermee niet de enquête of ons onderzoek af. Dat loopt natuurlijk door, aangezien de openbare verhoren onderdeel zijn van ons totale onderzoek. Onze commissie gaat ook nog niet met vakantie. We gaan morgen en ook overmorgen nog eens even kijken wat die onderzoeksresultaten tot nu toe hebben opgeleverd en of we zo compleet hebben. Hè. We moeten kijken, voorschrijdend inzicht moeten we nog wat hebben. Als dat zo is, dan gaan wij beginnen met het schrijven van het eindrapport. En dat betekent dat wij morgen en overmorgen ook gaan proberen die tijdlijn uit te zetten die we nog hebben tot aan de aanbieding van het eindrapport. En nu we de openbare verhoren als fase afsluiten, zou ik graag afscheid willen nemen voorlopig van alle mensen die ons hebben gevolgd, al of niet op de televisie of live. Ook dus de mensen op de publieke tribune. Als je even omkijkt, meneer Konijn, ziet u dat het best druk is geworden. Dat verheugt mij zeer. Maar ook digitale kanalen, hè. Mensen konden ons riant volgen. Ik ben daar zeer verheugd over. We laten als parlement zien welk mandaat we hadden van de Tweede Kamer en hoe we dat invullen. Onze enquêtecommissie hoopt dat iedereen die ons gevolgd heeft in die openbare verhoren ook met veel belangstelling het werk van onze commissie blijft volgen tot en met het eindrapport. Uiteindelijk gaat het daar toch om. En met name dan ook de behandeling van dat eindrapport in de Tweede Kamer. Daar komt het op aan. Dus ik dank iedereen en ik wens iedereen een hele mooie, succesvolle Braziliaanse avond. En we zullen zien hoe dat uitpakt. Wij gaan door met ons werk. Iedereen bedankt. Zoals gezegd, de vergadering was al gesloten.